Dit is opnieuw een nieuwsuitzending gewijd aan het racisme. Racisme is een vervelend idee. Ik weet niet precies waarom die racisten zo racistisch zijn. Ik snap het echt. Ik snap er gewoon geen fok van. Ze hebben een soort taaljaloersheid of zo. En hier zie je dus rechts, hier wijst een beetje aan met mijn pijltje. Links van mij zat een racistische persoon, een vrouw. Zij houdt niet van mannen. Het maakt toch verder niet uit hoe haar persoonlijke omstandigheden zijn. Maar zij heeft dus hier akkoord mee gegaan. En hier staat, Herman Brood heeft alles te danken aan zwarten die hem zijn composities hebben ingegeven. 2017, april 21. En daaronder staat haar handtekening. Dat zijn de racisten. En waarom zou je zo racistisch zijn? Ik vraag mezelf af hoor. Wat heb je aan racisme eigenlijk? Van, maar wij zijn de beste hoor. Wij zijn de beste. Nou, ik ga even naar de klok kijken. Oh, sorry hoor. Even kijken. Nou, ik ga het even opschrijven. 2:15. Wie heeft daar wat aan? Dat wat ze noemen de pauze, dat is de heerschappij der vrouwen. De Angela Merkels. Angela Merkel mag je ook zeggen, denk ik. Angela op zijn Duitse. Echt van die kutwijven. Dominante Trine. Ah, en zij is een dominante Trine. Oké, dat is prima. Maar maakt mij eruit. We lopen even door de foto's heen. Want we hebben het gewoon over hoe het wel bedoeld was. Niet bloopers. Maar hoe het wel bedoeld was. In het boek Genesis staat dat in het begin, in het boek Genesis staat, als je het goed leest, voor het begin was er dinges. Ja, laten we het zomaar noemen, dinges. Je mag zeggen God, je mag ook zeggen dat wat was voordat er alles was en dat wat zal zijn nadat alles voorbij zal zijn. Ja, kortom dinges. Kortom dinges. Je kent hem wel, toch? Of niet? En dinges, oftewel de vader van Christus Jezus, de Heere, die heeft ons geschapen. En dat heeft hij dus gedaan, en dat niet alleen gedaan, hij heeft ook laten opschrijven hoe hij het heeft gedaan. Zo eerlijk was hij wel. Hij heeft ons geschapen naar man en vrouw. En dan zeggen heel veel mensen, oh ja, zeg, poepoe, baba. Dat vind ik seksistisch hoor. Dat vind ik echt seksistisch. Het punt is dat als je hebt de bladluis. Kennen jullie die? En ik weet even nu niet waar mijn check ligt. Dat is op.
En dat los ik wel op. Ik ga gewoon in de rondte kijken waar mijn cheque ligt. Maar de bladluis, die kan zichzelf voortplanten zonder geslacht. Het is de vrouw, het vrouwtjesblad. Ik vind het niet. Nee, het is gewoon DNA wat zich ongelooflijk voortplant. En dat moet wel. Het is een soort schimmeldier eigenlijk. Hè? En ik heb nog steeds mijn cheque niet gevonden. Maar dat is alleen maar voor de lol. Hè? Ik kan ook de uitzending stilzetten en dan zo dadelijk overnieuw beginnen. Maar dat is alleen maar liegen, toch? De bladluis, dat is een, niet echt leuk als je dat in je tuin hebt of zo, die bladluis. En wat hij als geniale uitvinding heeft gedaan, is dat hij dus gewoon zichzelf deelt. Yep, ik heb mijn cheque gevonden. Nou, nu zijn je helemaal de lul. Want nu kan ik uren doorlullen. Ja. Maar luister goed naar mij. Ik bedoel het niet slecht. Ik weet niet eens hoe je ouders heten. Ik praat hier naar jou. Tegen jou. Met een gevoel van doorgaan. Ik bedoel, de tijden zien er niet zo per se fantastisch uit. Wanneer wel eigenlijk? Weet jij mij een jaartal te noemen? Van ja, en toen zaten we niet bij de rivieren van Babylon. En hebben we niet onze hoofd. Nee, toen, er was een tijd en dan zaten we. Waar waren je dan? Waar waren jullie dan? Niet bij de rivieren van Babylon. Okidoki. En toen was het leuk. En wanneer was dat dan? En waar zat je dan? Is het ooit anders geweest? Het is een tijd voor ons, onze mensen, om ons bewust te worden. Dat het, nu ga ik een woord zeggen en heel veel orthodoxe christenen die schrikken daarvan. Maar die man die je nou in beeld ziet, die schrikt daar niet van. Het is fucking 2000 jaar geleden. Dat Christus Jezus voor onze zonde gestorven is aan het kruis. Daar kan je over zeiken wat je wil. Dan mag je over mijn kop pissen. Dan mag je mijn eigen stoephoer zijn. Het is fucking wel zo. Je kan gewoon fucking een allochtoonloper wezen hier in Nederland. Maar je snapt wel degelijk. En deze man die ik hier in beeld heb gepakt. Dat is een fucking Nederlander. Ze bestaan wel degelijk. Hè? Mensen die rustig praten. En alleen antwoord geven op een vraag. En als ze wat te vertellen hebben, dan zeggen ze dat. En ik ben dan zo'n vervelende Nederlander. Ik kom naar deze kroeg. Dit is het streetcafé in Arnhem. En dan ga ik lopen blaten. Ik ben er vanavond geweest. En ik heb echt op de klokken. Van, hou je bek, zeiden mensen. En dan heb ik gewoon een kwartier lang mijn mond gehouden. 20 minuten lang mijn mond gehouden. En daarna weer nog een keer 10 minuten lang mijn mond gehouden. En alleen maar geluisterd naar die andere mensen. In wat voor tijd leven? Waar zitten wij? Nou, ik zal jullie vertellen. Wij zijn veilig. Wij zijn veilig in de hand van de Heere. Heere. De Vader van Christus Jezus.
In die hand zijn wij veilig. En verder niet. En de Heere, dat heb ik in mijn vorige uitzending over de Bijbel, denk ik, goed uitgelegd. Je kan die andere uitzending gaan luisteren. Ik zal het even samenvatten. Je hebt datgene wat deze soepzooi heeft veroorzaakt. En je hebt deze soepzooi. En je moet niet denken dat de Heere een soepzooi is. Dat het allemaal kut of kloten is. Dat is een foute conclusie. Je hebt een verschil tussen het idee, dat wat de Heere wilde, voordat hij dacht van, kom, ik heb een idee zeg, in mijn eigen. Ik ga de tijd veroorzaken. Dus de Heere die heeft de klok aangezet. En dat was niet om er een soepzooi van te maken. Dat lijkt voor ons zo. Wij snappen niet dat de Heere veel meer wil dan deze soepzooi. En nou weer een zwart beeld. Om het maar even uit te leggen. Het bestaan heeft een zin. Friedrich Nietzsche, zo'n Duitse filosoof, die heeft gezegd, het is een eeuwige herhaling. Herhaling, hoe heet dat op zijn Duits? Ik zou het niet weten. Herhaling of zo. Erholing. Zo. En ik denk dat Friedrich Nietzsche daar een punt heeft. Wel is het zo dat er ook sprake is van evolutie. Ontwikkeling. En die gebeurt wel degelijk. De mensen ontwikkelen zich. Het wordt een steeds grotere soepzooi. Dit is mijn vriendin uit Limburg. Oh, dit is eventjes verrassend, maar ik zal haar naam niet verklappen. Dit is mijn vriendin uit Limburg. Maar goed, ze heet Ilona Meijers. We maken het uit. Maar ze komt uit Limburg. Echt een ontzettend fantastische vrouw. Vrouw naar mijn hart. Dit is weer in de kroeg. Maar terug naar de Bijbel. Wat je moet leren daarvan is dat die Bijbel tegen jou praat. Jij denkt dat jij de Bijbel leest, maar, of edoch, de Bijbel praat tegen jou en spreekt jou persoonlijk aan. En dat snap je, die man die je hier, die jij hier nu in het midden ziet onder dat schilderij van Regina, halverwege, dat is een vriend van mij. En hij kan schaken, jongen. En hij is heel groot en zwaar. Als ik een blondine was met een goede tieten, dan had ik hem echt onmiddellijk gepakt en gezegd, jij bent van mij. Hij is te vertrouwen. Hij hoeft, wat mij betreft, de Bijbel niet te lezen.
Maar jullie klojo's, die er geen ene drol van begrijpen, waar hij heeft leren schaken. Hij heeft in ieder geval een boek gelezen. Een schaakboek in dit geval. Dat is een man die heeft gelezen. Nou, als ik een lekker wijf was geweest, 5 kinderen. Maar ik ben geen lekker wijf. Ik ben een spichtige, tanige, altijd overeind staande klootzak. En dat wil ik graag zo houden. Hij heet... ik ga zijn naam niet noemen. Oh, dit ben ik. Wie heeft deze foto gemaakt? Dit is mijn schone shirt, denk ik. Oh, ik weet het alweer, ja. Dit was allemaal familiebezoek. Dit is mijn neefje. Die is van Vitesse. En ik hou van Vitesse. Het is niet zozeer dat ik per se van Vitesse hou. Behalve dat Vitesse een ontzettend goede naam heeft. En beter dan Ajax, hè. Want Ajax vind ik een kutnaam. Of een klote naam. En nu ik toch even mag doorzeiken. Zijn wel privéfoto's. Terug naar het onderwerp. Want waar hebben we het over? Wij zijn kinderen van God. Maar God mag je ook noemen Lord, Lord. Dat is de Engelse vertaling van Heere, Heere. Vader, de Vader van Christus Jezus. Daar hebben we het over. En onze relatie tot Hem. En het komt allemaal neer op empathie. Een kind, ik zal hem even terughalen. Dit is een kind. En dat kind. Dat is, ik ken zijn moeder. Dat kind is niet van zijn moeder. Lastig misschien. Maar dit kind is niet van zijn moeder. Dit kind is van de Heere, Heere. Ik weet de voornaam van het kind. Ik ken hem ook een beetje. Ik kan daar prima mee omgaan. Geen enkel probleem. Maar dit kind is niet van zijn moeder. Zijn vader, helaas. Dat kan je ook niet zeggen. Maar is dood. Overleden. Kinderen zijn niet van iemand. Kinderen zijn van niemand. Laat dit even op je inwerken. Laat dit op je inzinken. Kinderen, ik herhaal. Kinderen zijn niet van iemand. Kinderen zijn van niemand. Niemand, dat is een naam. En die naam is God. Want God is niemand. God is degene die deze creatie heeft gemaakt. Hij is de creator. En net zoals Rembrandt niet zijn eigen gezicht heeft gekladderd bij de nachtwacht. Rembrandt stond buiten het schilderij.
Rembrandt had misschien wel, zeg je, moet je, ja, puisten had hij misschien wel. Of een heel klein piemeltje. Weet jij veel hoe Rembrandt eruit zag? Je kan wel zien hoe de nachtwacht eruit zag. En zo is het met God ook. Je kan kijken naar zijn creatie, maar je weet niet wie hij is. Hoe hij is. En nou ben ik mijn aansteking kwijt. Dat is nog veel erger. Deze is leeg. Oh nee, dat is wel een beetje. Ja. Even werken. God staat buiten de creatie. Er was een idee van God voor deze creatie. En wij kijken naar de resultante, of het resultaat van zijn bedoeling. En wij zijn stom verbaasd over het feit dat we ouders hebben die niet voldoen aan onze gedachten als kind. Even lukken, voordat ik de volgende foto pak. Maar hier zie je dus een schilderij, dat is een vriendin van mij. En in de weerspiegeling, dan zie je dus ook de rest. Even dus opletten allemaal. Hè. Is er nog een, hetzelfde. Ook wel mooie. Alles moet weg. Oh. Ja, alles moet weg. Dit is Arnhem Pur Sang. Dus armoe all over the place. Ja, zo gaan die dingen. Maar dat maakt me niet zo van uit, hoor. Echt niet, hoor. Ik kan jullie echt geruststellen. Het is niet de orde van de vrijmetselarij, van de uitermate geheime genootschappen, en die houden ons in leven. Ben jij gek? Dus de Christus Jezus, die houdt het meeste van jou, en die, door hem, leef je nog. En dan kan je zeggen, ja, Piggy man, je klinkt zo bijbels. Nee, ehol. Denk na. Mijn vriend Jurk Gliesman uit Hamburg, die momenteel in de buurt van Leuven woont. Dus, ik weet precies waar die woont. Nou, wel precies. Nou, ik kan hem vinden, hoor. Ik weet ongeveer hoeveel uren het rijden is. En dat is ongeveer dik 2 uur. Hè? Vanaf hier. Maar ik kan goed gas, hè. Ik scheur door, jongen. Ik weet precies. Eerst pakken we eventjes de A325 of zo. En dan de A15 naar rechts. En dan de A50 omlaag. En dan de A2 aanhaken en dan hop, 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 ben ik zo bij hem. Ik heb het gedaan. Real life. Doe het me na. Wees eerlijk. Hij leest sinds zoveel jaar de Bijbel. En sinds die tijd zegt hij dat er met hem iets veranderd is. Ik kan jullie vertellen dat hij een aardig mens is. Daar kan je tegen inbrengen dat hij wel veganistisch kan zijn,
En jij dan misschien nog niet. Dat is het enige. En bij Jörg Liesman moet je niet in zijn keuken gaan staan om een varkenscarbonade te gaan braden. Maar je mag wel tabak roken. Alhoewel hij zelf niet rookt. Dat is het christendom. Wij trekken ons niks aan van niemand niet. Wij, de christenen, wij zijn de anarchisten. Een anarchist betekent dat je niemand op deze aarde je vader noemt. Er is maar één je vader. En die is voorbij de hemel, moet je misschien zeggen. Jouw vader is degene die de hemel geschapen heeft. In den beginne schiep de Heer God, de Heere God, de hemel en de aarde. Die is jouw vader. En voor de rest gaat iedereen jouw rug op. Dit is een opdracht. En ik wil geen protest. Ik wil echt dat je dat zegt. Tegen jezelf en tegen iedereen. De tijd van schuldgevoel is fucking voorbij. Er is nu geen zin meer in. Ja, ik voelde me schuldig. En wanneer is Christus Jezus voor mijn zonde, schulden gestorven aan het kruis? Die tijd is voorbij. Dat was fucking, ik zeg het nu maar even tegen jullie Amsterdammers of whatever. Maar die tijd is voorbij. Jouw zonde, die had je nooit mogen opbiechten. Punt 1. Fouten. Als je wat fout hebt gedaan, dan moet je dat opbiechten. Maar zonde? Tuurlijk niet. Ik ga geen zonde noemen. Heb ik gezondigd? Ja, ik denk het wel hoor. Ga ik dat jullie vertellen? Nee, ik denk het niet. Heb ik fouten gemaakt? Ja, ik denk het wel. Heb ik dat ooit verteld? Ja, altijd. Oepsie daisy. Dat was niet zo goed wat ik net heb gedaan. Dat zijn fouten. Zonden niet opbiechten. Aan wie dan wel? Doe dat niet. Hou je zonde voor jezelf en los ze af via Christus Jezus. In je persoonlijke relatie met de Heere. Heere. En doe dat via Christus Jezus. Dat is echt het allerbeste idee, mensen. Mensen. Ik hou de klok in de gaten hoor. Dit is mijn uitzicht. Lukken. Ik ben van alles bezig. De gemeente is als een idioot aan het bouwen. En dit is een normale bewolkingslucht hoor. De bomen die groeien ook nog. Zie je wel in die vorige zag ik een gemtrailtje. Zit hem hier zo. Daar zit een gemtrailtje. Niet zo fris, maar ik rook. Dus ik hoest me elke ochtend kapot. En dan komen al die cadmium en borium en molybdeem. Molybdeem, dus dat is ook een element. Die zullen ze er ook vast wel in doen hoor.
Maar cadmium en zo. En dat hoest ik elke ochtend. En dat doe ik met het roken. En dan hier links een mooie vrouw. Hè? Ja, ik hou niet van vrouwen, maar ik probeer te houden van vrouwen. Laten we het daar op houden. Ik ben geen lulhoofd of zo. Het is wel weer een mooie foto met die reflectie. Dat vind ik mooi. Dit is wat onze vader gecreëerd heeft. Bedacht heeft. Van nou, weet je wat? Ik maak gewoon in 6 dagen, in 5 dagen tijd. Dan maak ik een leuke omgeving. En dan hoppa, mensen erin. En dan krijgen we dit. Ik vind het prima hoor. Ik vind het echt mooi. Die t-shirtjes, die zijn van Vitesse. Vitesse heeft gewonnen. Oh, hier zit de Camera Express. Dat zijn hele mooie foto's. En dit is de creatie die de creator gemaakt heeft. Kijk er maar naar. Kijk maar eens hoe mooi het is. Inclusief chemtrails of stomme joden. Want die bestaan er ook hoor. Die zijn echt absoluut domme joden. Terwijl joden juist slim zouden moeten zijn. Maar er zijn ook stomme joden. Deze foto is bewogen. Die slaan we over. Het is echt ruw materiaal. Deze is wel weer mooi. Er zit die reflectie in, hier. Zie je? Vind je wel een mooie foto. Deze ook. Hey, oh, dit is ook leuk. Dit is op weg naar café De Wacht. En waar eindigt dit? Oh, dit is weer een streetcafé. Dit is mijn repetitieruimte. Oh, is helemaal zwart. Okidoki. Dit is een mooie kroeg en nu ga ik afsluiten. Ik wil echt dat iedereen hier naartoe gaat. Ik zal het even laten zien waar die kroeg is. Het is een mooie afsluiting. Het ding heet Straatcafé, maar dan op zijn Engels. En Arnhem. En dan zit het dus ongeveer. Doe het zo. Die mensen van het café vinden het vast niet erg dat ik eventjes laat zien waar dit café is. Even kijken waar het precies zit. Nou, deze. Ja, hier is hij. Hier is hij. Je hebt hier heb je die octagon, die achthoekige kerk. En dan heb je daar heb je het station. Hier was al loop. Er zit hier het station. Die zit er boven, hier al. Hè? Die Rabobank, daar zit de markt nog niet zoveel uit. Oh nee, iets verder door. Je snapt het wel. Je hebt hier een station. Daar heb je de McDonald's. Dus dat herken je wel. Kom op. Daar kan je je fietsen parkeren. Dan heb je hierboven.
het station. Ik zie de lijntjes al lopen. Ja? Bij de Smullers kan je nog wat eten. Heb je hier al die lijnen? Ja? Broep, 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 broep. Dan moet je dus helemaal hier omlaag. Het ziet er een beetje raar uit, maar ze hebben een tunnel gegraven. Maar gewoon lekker doorlopen, niks van aantrekken. Moet je hier naartoe? Nog verder doorlopen. Oh, wat een eind lopen zeg. Oh, 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 oh. Stichting Eco Direct. Dan moet je gewoon direct aan voorbij lopen. Niks van aantrekken, gewoon doorlopen. Homo. En dan zou ik dus zelf zeggen, ik zou deze straat nemen, denk ik, maar moet je alsmaar doorlopen, lopen, 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 lopen. En je moet dus, waar wil je nou precies naartoe? Jansplaats, Jansplein. Ja, en dan ben je daar. In de Wezenstraat. Even uitvergroten. Daar moet je naartoe. De Wezenstraat. Een wees, dat is een kind zonder ouders. En hier kan je gewoon heel rustig, je hebt het net gezien. Gaat er naartoe. Neem, jat de anonieme OV-chipkaart van je tante. En ga hier naartoe. En je tante die geeft je dan wel een tientje of zo. Wat afgeschreven is. Of je gaat op de fiets. Misschien woon je wel in Westervoort. Nou, als je in Westervoort woont, dan kan je hier naartoe op de fiets. En dat kost je helemaal niets. Dat kost je een flesje cola. Een flesje cola en een potje schaak of tafelvoetbal. Heb plezier met het leven dat de Heere jou geschonken heeft. Je kan het wel ontkennen, maar dat heeft geen zin. Want als jij ontkent dat de Heere jou het leven gegeven heeft, waarom kan het zijn dat je nog praat? Laat die even op je inzinken. En in de tussentijd, jij gaat hierover nadenken. En je gaat naar het streetcafé komen. Jansplein 52D. Dat is tegenover dat restaurant. En dan heb je hier die tango tent. Maakt niet uit, maar dan kan je dus hier gewoon, dan zit die bar zo. Dus kom daar binnen. En wees geen homo. In de slechte zin van het woord. Want homo's, dat zijn we allemaal. En op zijn hamburgers zeg ik, tjus. En dag, liefjes.